De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, VSB, heeft het jaar 2017 als heel moeilijk ervaren. Er is een aantal ernstige problemen opgemerkt die een grote impact had op het ondernemerschap en de creatie van werkgelegenheid. Dit zegt VSB-directeur Steven McAndrew. Hij geeft verder aan dat een aantal bedrijven zelf zijn deuren heeft moeten sluiten of noodgedwongen heeft moeten inkrimpen. Verder heeft de VSB de maatregelen van de centrale bank om te geraken tot de stabilisatie van de US-dollar wisselkoers en ordening van de valutamarkt ondersteund. De VSB-directeur zegt zich er volkomen van bewust te zijn dat 2018 ook geen makkelijk jaar wordt. Er zal daarom samen met de overheid gewerkt moeten worden om de situatie stabiel te houden, zegt McAndrew. Je moet praten om je visie kenbaar te maken over oké. Dit is Suriname, dit moet Suriname zijn in 2030 of dit moet Suriname zijn in 2020, noem maar op. Maar als je niet met de stakeholders praat, dan heb je het gevolg dat men zich vaak genoeg niet kan terugvinden in beslissingen en dergelijke. Waardoor je in principe een sfeer creëert die in principe alleen bevorderlijk is voor problemen. McAndrew geeft verder aan dat als er afspraken worden gemaakt, die wel moeten worden nageleefd. De VSB maakt zich ook sterk voor gelijke overlevingskansen voor ondernemers. Ze streeft daarom naar een Enabling Environment for Sustainable Enterprises, EESE, in Suriname. Die Enabling Environment is dat er een dusdanig ondernemingsklimaat moet komen in Suriname, die bedrijven in staat stelt om te overleven. Zodat ze hun economische activiteiten kunnen voortzetten. Het zij middels het verlenen van diensten, zoals telezuur, ATV, of het produceren van goederen, zoals bakkerijen en dergelijke. Okay. Of het produceren van rijst. Dus er moet een dusdanig ondernemersklimaat komen die bedrijven in staat stelt om te blijven voortbestaan, om hun economische activiteiten voort te zetten, zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan economische groei van Suriname, maar ook de creatie van werkgelegenheid en dat soort facetten. Maar dat klimaat moet nog geschapen worden of het is er al? Dat klimaat moet in principe verbeterd worden. Oh, okay. Je kan zeggen dat er al een basis is, want anders zouden bedrijven niet kunnen opereren. Precies. Maar het moet verbeterd worden. Een ease is een methodiek welke is ontwikkeld door de International Labour Organization. Mm-hmm. Het berust op 17 pijlers, onder andere zaken als macro-economie. Dus er moet een dusdanig macro-economisch beleid worden gevoerd, welke bevorderlijk is voor ondernemerschap en het ontplooien van economische activiteiten. Directeur Steven McAndrew van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. De VSB heeft het jaar 2017 als heel moeilijk ervaren.